Nou, goedemiddag en welkom op Sportpark de Toekomst. We gaan speelronde spelen nummer 8 met Koolwijn. We gaan even terugblikken op speelronde 7. Ja, als je terugkijkt, dan staat het nu 38-32 in het voordeel van mij tegen de selectie. Maar we gaan er gewoon weer een goede ronde van maken. Nou, meteen een goede. Vitesse, Heerenveen. Ik denk toch dat Vitesse wint. Dat wordt een 1. Wat zeg jij? Ja, ik denk gelijkspel. Gelijkspel, een drietje. Ja. Jij een drietje, oké. Okay. Twente, Excelsior. Ik ga voor 1. Ja, ik ga ook. Ik ga mee met je. Twente is zo goed bezig. Ja, hij is gewoon... Dus een goed resultaat midweeks. Nou, even kijken. Utrecht, RKC. Ik ga voor een 1. Ik denk dat Utrecht thuis overheen pakt. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Utrecht, RKC in 1. Alle twee in eentje. Kijk, een wedstrijd. Oh, nou, daar komt hij. Groningen. Jij mag hem eerst zeggen. Ja, dat is natuurlijk 2. Ja, toch? Dat vullen we alle 2 in 2. Daar gaan we voor. Groningen Ajax. Ondanks dat Pieter daar coach is, we gaan voor een 2. Ja, hè. Heracles, Graafschap. Ik ga voor gelijkspel. Ja, ik ga voor een eentje. Kunstgras. Ja, ik geef toch Heracles het voordeel daarvan. Wordt een 1. Feyenoord. ADO Den Haag. Ik ga voor 1. Ja, ik ook. Volle bak. Ja, Den Haag wel een beetje in moeilijkheden, maar ik ga voor een 1. We gaan voor een 1, hè? We gaan voor een 1. We gaan voor een 1. NSC, PSV. Ja, het PSV. Ja, PSV. PSV wint. 2. Nee? Nou. Deze week een slagveld geweest. 6-2. Roda NAC. Wat denk jij? Ik denk, ik ga nu voor een 1. Ja, ik ook. Ja. Ik ga voor 1. VVV AZ. Ik denk AZ doet het echt goed op dit moment. Dus we staan bovenop. Ja. Ik denk dat AZ gaat natuurlijk winnen. Ik denk het ook. Even kijken, we hebben niet zo gek veel verschil, hè? Nee. 1, 2. Dat was hem, hè? Kom maar. Hey, hartstikke bedankt. Heel veel succes zondag. Dank je wel. Ik had ook met de Graafschap, ik denk, nou die 2-1. Ja. Pak eens een hand. En dan wordt het gelijk. Dan denk je nou. Nou, een heel goed sportweekend toegewezen. Heel veel succes met uw favoriete ploeg. Ja.